MB, die afgelopen zondag positief is getest voor het COVID-19-virus, heeft telefonisch zijn verhaal met ons gedeeld. We spraken hem omdat er in de gemeenschap soms nog getwijfeld wordt aan het aantal besmette gevallen. MB is besmet geraakt met het virus nadat hij in contact was gekomen met een besmette vrouw. Beide zijn opgenomen in het ziekenhuis. MB ligt in het Wanica ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed. Hij heeft in elk geval geen hoge koorts meer. Ik heb zelf gemeld. Mm-hmm. Ik heb zelf gemeld, want ik had 2 dagen hoofdpijn en koorts. En toen was hij even weg. En dan na 2 dagen kwam het weer. Dat was op zaterdag. En toen zei mijn vader me nog van, bel voor de zekerheid. Laat ze even kijken voordat je zeker bent. En dus zondag, afgelopen zondag, bent u opgehaald. Waar bent u opgenomen? Ik ben thuis opgehaald en ik zit in het Wanica ziekenhuis. Oké. Want vele mensen geloven niet dat het aantal positieve echt is gestegen. Ze denken dat het een fake is of zo. Maar nee, u bent een nee. voorbeeld dat het echt wel gebeurt, hè? Ik mag u eerlijk zeggen, er zijn heel wat mensen hier zo. Het is geen fake. Ik mag het zeggen. Geen mensen hier, heel veel mensen hier zo. Het is heel veel die buiten daar zitten en ze zien als een grap of als een politieke stunt of zo. Maar het is niet waar, hoor. MB benadrukt dat het aantal besmettingen geen fake news is. Hij vertelt hoe hij besmet is geraakt. Ja, ik ben uiteindelijk het toch te weten gekomen. Mm-hmm. Want het is via een klant. Want ik ben namelijk, ik doe inkopen voor mensen. Ja. Van het binnenland. Mm-hmm. En een zondag waarbij ik eigenlijk niet werk. Ik had eigenlijk vanaf de eerste COVID-dingen, toen er die eerste 10 mensen waren, reed ik geen mensen meer. Maar het was een zondag. Toen een dame me vroeg van, kan ik even er helpen met een paar spullen van de waterwacht bij de vriendin te verhuizen naar een ander huis. Mm-hmm. Dus ik dacht van zondag, ik hou niet ervan om in het huis te gaan, maar ik dacht van oké, die zondag. En ik heb er gevolgd. En toen zei ze me nog van, gisteravond dat ik een beetje koorts en hoofdpijn. Ik zeg van, ik zei er nog van, je moet voorzichtig zijn, hoor. Mm-hmm. De volgende dag, dat was maandag, heb ik gewoon gewerkt. Ik kwam thuis in de middaguur en ik had een beetje hoofdpijn gewoon. Maar ik dacht van, oké, werk een beetje stress, weet je. Want je moet rekening houden met, moest je rekening houden met tijden. Want die winkels, die sluiten, winkels. Ja. Waar je dingen moet kopen voor klanten. Dus je bent soms ben je echt tijd te kort om ja. dingen te doen. Ik had een beetje hoofdpijn, ik ben gaan liggen. Toen ik 's morgens opstond, zag ik een bericht van dat ze positief is getest. Hij benadrukt dat het aantal besmettingen geen fake news is en hoopt dat de gemeenschap zich zal houden aan de maatregelen.